Oh hier, joh. Ja, ik dacht even zoeken, misschien heeft hij wel een trident. En ik heb Looting 3. En ik wil eigenlijk nog wel een. Auw. Auw, twee zombies. En ik wil eigenlijk nog wel een trident, zeg maar hebben. Ah! Pak je zombies. Eh! Wordt die geowned? Hallo, kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar nou, weer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival 2019. Vandaag is het een beetje anders intro, want meestal begin ik mijn intro altijd met uh, volledig serum. Maar dat heb ik nu eventjes niet gedaan, aangezien mijn kamer zo'n erge teringzooi is. Dat ik gewoon eventjes met klein kleinschermpje begin en met Minecraft gewoon al meteen in beeld. Dus daarom is dat dus zo. Uh, wij zijn hier dus ook daarom al meteen in Minecraft. En vandaag ben ik weer een keertje alleen. Um, ik wou eigenlijk met iemand uh, opnemen, maar dat ging helaas niet door. Dus nu ben ik alleen en wij gaan vandaag weer een huisje bouwen. En dit keer niet een normaal huisje, we gaan namelijk een... ...mine bouwen, want daar is natuurlijk een mine. Daar ga ik een mine maken. En daar wil ik dus ook een huisje bij maken. En dat wil ik deze aflevering gaan doen. Dus ik pak alvast eventjes de spullen erbij die wij nodig gaan hebben. Ik heb ook zoals altijd weer even wat hout verzameld. Uh, dit hebben we allemaal nodig. Even kijken voor de rest. Ja, slaps zijn altijd wel handig. Hier zit ook nog heel veel hout in. Dit nemen we allemaal mee, want dit is allemaal nodig. Uh, glas is ook nodig. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver wij komen. Ik heb wel al een ideetje voor de mine. Hier komt natuurlijk nog een huisje, maar die komt later natuurlijk. Uh, kijk, hier komt dus de mine. En hier komt dus ook zeg maar, een gat naar beneden. Uh, dus er komt ook een pilaar in het midden. En er komt dus ook een trap omheen. Dus dat wordt best wel vet. Maar ik wil even kijken, want. Uh, hoe breed is dit huisje? Want hij is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat klopt niet. Hij moet 11 zijn. Want anders kan ik in het midden geen pilaar doen. Uh, tenzij ik een pilaar van 2 bij 2 wil doen. Maar dat vind ik niet zo mooi. Dus ik ga hem even eentje langer maken. En ik denk dat ik hem. Nee, ik doe hem wel eentje aan de achterkant. Uh, dus dan halen we deze blokjes gewoon even weg. En dan komt hier dus uh, de muur. En dat betekent dat deze dus ook eentje groter wordt aan beide kanten. Dus aan deze kant wordt hij eentje groter. Maar ook aan deze kant. Omdat ik hem wel, zeg maar, vierkant wil hebben. Dus dan... Hij was eerst die maar al maak ik één kant langer. Dan moet ik de andere ook langer maken. Anders wordt hij automatisch al rechthoekig. Uh, dus dit, zeg maar. En dan denk ik dat ik deze laag ook gewoon nog even weghaal. Zodat we een beetje het gevoel hebben dat dit, zeg maar, uiteindelijk weggaat. Dat dit, zeg maar, de mine wordt. Zo... En is dit nu ondertussen even weg. En dan kunnen we nu dus gaan beginnen aan het huisje. En ik dacht dus zo'n soort van huisje weer te gaan maken. Maar dan dat er nog zeg maar iets aan vast zit of zo. Of dat er iets aan, een soort van. Ja, iets eraan vast zit. Waardoor die pilaar zeg maar weer naar beneden gaat. Dat lijkt me in ieder geval wel een grappig idee. En ik denk dat ik die pilaar van Spruce of Dark ook wil gaan maken. Of van Spruce. Want ik maak hier alles natuurlijk van Spruce. Um, ik denk dat ik er wat sproes ga maken. Maar dan moet ik even kijken. Want hij is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus is dit het midden. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan heb je dit. En dan kunnen we hier ook alvast even die pilaartjes gaan doen. Zoals altijd natuurlijk. Uh, dus dan doen we dit. En dan denk ik dat wij hier dus ook weer de achterkant eén stukje kleiner gaan maken. Dus tot en met hier. En dan komt hier dus dit zo. En dan moeten we deze maar tot en met, ik denk, hier zo doen. En dan zo. Zeg maar. Uh, dan hebben we dit zo. En dan kunnen we hier dus uiteindelijk bij dak, kunnen we hier dus zeg maar ook nog iets aan maken. Misschien een soort van, ja, ik weet niet. Gewoon zoiets. Maar dat het dan zeg maar zo doorloopt. Ik weet niet. We moeten maar even kijken. Laten we als eerst een beetje beginnen met het. Huisje. Ik weet ook niet hoe dit gaat. Ik heb nog nooit zo'n soort van huisje gemaakt. Dus we gaan het ook gewoon zien. Um, het is ook wel weer een tijdje geleden voor mij dat ik zo'n huisje heb gebouwd. Want ik was natuurlijk op vakantie geweest. Ik ben nu weer terug. En alle vlogs moeten natuurlijk nog online komen. Um, dit is trouwens geen goede plek. Want hier komt de muur nog. Uh, dus laten we even kijken. Als eerst moeten we natuurlijk nog eventjes. Oh. Um, oké, okay. uh, laat ik het even anders zeggen. Dit moet niet van Spruce, dit moet van ook. Oké, okay. uh, ik ben heel erg dom. Uh, laten we dit even snel gaan veranderen. En dan waren dat de pilaren, oké, okay, nu is het dus wel goed. En dan kunnen we dus nu even kijken, want nu moet natuurlijk even dit gedaan worden: zo, de balkjes. Uh, dus dat doen we dan even zo. En dan deze. Maar dan moeten we zo meteen ook even kijken. Want ik wilde natuurlijk ook nog stukjes tussen doen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat zullen jullie zo meteen ook wel zien. Uh, deze, zo. En dan natuurlijk deze. Zo. En dan kunnen we hier dus even kijken. Dan wil ik hier denk ik eentje zo. En dan. Hier komt natuurlijk ook nog een ingang. Dat is een beetje het punt. Maar ik weet dus niet hoe ik deze ingang wil gaan maken. Maar dan is hij weer niet symmetrisch, omdat hij natuurlijk 11 is. Um. Anders maken we deze kant even eentje korter, toch? Dan doen we die toch even eentje korter. Of eerst eentje langer. We kunnen hem ook eentje langer doen. Dus dan wordt hij Zo. Dan hebben we nu als is wel een midden van twee. Ja, dat klopt. Oké, okay, nice. Zouden we hier in principe een mooie ingang nog kunnen gaan maken? En dan moeten deze ook sowieso eventjes weg. En deze uiteindelijk ook, volgens mij. Dus dan hebben we nu dit. En dan kunnen we hier nu eventjes die twee doen. En deze twee. Zo. Dus dan hebben we nu dit. En dan kunnen we hier weer die doen. En aan deze kant kunnen we die. Die doen. Nee. Ehm. Um. 2 en 3. Oké, okay, dat klopt dan. En dan komt hier gewoon weer een 3. En hier komt dan weer een 2 en een 3. Oké, okay, nice. Dus dan klopt dit. Oké, okay, chill. Even kijken, waar is mijn crafting table? Die staat hier zo. Uh, dan kunnen we nu even kijken. We hebben spruce um, stairs nodig. Die heb ik ook. Oké, okay, dat is nice. En dan ga ik ook alvast eventjes wat. Ook heb je trouwens nog hout. Nou, nee, boeien. Wat slaps maken, want die hebben we ook zeker weten nodig. Zo, dus dan hebben we nu dit. En dan kunnen we nu dus die. Oh, nee, dat wou ik niet, jongen. Die. E, die. 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 En dan dit dus zeg maar verder doen. Ik hoor een drown. Waar hek hoor ik die drown? Zit die hier ofzo? Wat de heck, ik hoorde echt een drown. Wacht, laat me eerst even eten. Uh, ja, ik heb hier gewoon eten natuurlijk. Ik hoorde echt een drown, maar waar? Ik kan hem toch niet zo ver horen, of wel? Oh, hier, joh. Ja, ik dacht even zoeken. Misschien heeft hij wel een trident. En ik heb Looting 3. En ik wil eigenlijk nog wel een. Auw. Auw, twee baby zombies. En ik wil eigenlijk nog wel een trident, zeg maar hebben. Ah! Fuck baby zombies! Eh! Wordt die geowned. Wat de heck? Zo, dus dat is dan dit. En dan hebben we nu dus zeg maar dit al. En dan kunnen we nu ook alvast eventjes de trap aan het begin doen. En de vloer erin leggen. Uh, even kijken. Zo, dan pakken we alvast eventjes wat van dit hout. Zo, en dan doen wij... Die, ik weet niet, hebben we de vloer eerder van slabs gedaan? Volgens mij wel. Dus dan doen we nu ook gewoon lekker. Oeps, ik heb iets te veel slabs gemaakt. Maar ja, boeien. Dan hebben we misschien voor het volgende huisje wel weer genoeg. Zo. Yes, oké, okay, dat is dan de gehele vloer. Oké, okay, nice. En dan kunnen we nu de pilaren even doortrekken. Um, en trouwens, hier moet er dus ook nog eentje. Um, oh shit, volgens mij heb ik dat ook. Ah oh ja, dat heb ik ook al gedaan. Dus dat is nice. Dus deze trekken we dan eventjes lekker allemaal door dan gaan we nu even voor de raampjes kijken. Want hoe willen we de raampjes doen? Ik denk dat we hier gewoon een één raam willen doen. Hetzelfde geldt voor deze kant. Een één raam. Dan doen we hier zo. Een vier raam is een beetje groot. Dus dan doen we een drie raam. Of een twee raam bedoel ik. Uh, dit is ook een vier. Dus deze doen we ook lekker twee. Volgens mij is deze hetzelfde als die andere. Dus hier doen wij ook gewoon lekker een... Twee raampjes, Zo, hier doen we geen raam. Volgens mij was dat al mijn. Met... Nee, ik heb nog wat. Oké, okay, nice. Hier doen we één raam. En that's it. Dat zijn de raampjes. Het dak gaat hier omhoog. En hier naar beneden. Dus dat betekent dat aan deze kant er een balk moet komen. Dus dan doen wij eventjes zo. En aan deze kant niet. Uh, dus hier doen we hem niet. En hier komt natuurlijk gewoon weer een pilaar. Uh, aan deze kant doen we hem ook niet, maar ik moet even weer wat meer spruce wood hebben. Oh, even kijken. Zo. Uh, dus dan doen we die zo. Die zo. Die, die, die. Hier, dit zo. Yes. En aan deze kant moet die dan weer wel. Dus dat is dan. Oh, dit gaat weer verkeerd. Zo, dus zeg maar. Oké, okay, nice. Dus dat zijn dan de balkies. Nee, kak. Dit gaat dus niet passen. Mm. Dus dat is een beetje klote. Dus dan doen we deze even weg zo. Deze zeg maar zo door. En dit is hem wel zo. Dus hij moet even eentje verder verplaatst. Worden. Dat ga ik nu dan wel eventjes meteen doen. Zo, dus dan heb ik zeg maar nu dit. Dan moeten we dit raam wel veranderen. Dit wordt dan een drie raam vanaf nu. En dit wordt dan een vier raam. Dus dan doen we even deze zo. En dan um, klopt dit als het goed is, toch? Dus dan ga ik even de pilaren verder trekken. Even kijken uh, waar is het hout. Oh, ik heb geen uh, ook meer. Dus even kijken. Volgens mij heb ik nog wel ook. Tenminste, ik hoop niet dat dit al het ook was. Anders ben ik even de lul. Kijk, dit was al het ook. Dus dan ga ik even snel ook verzamelen. En dan ben ik zo terug. Oké, okay, toen had ik weer wat ook. Zo. En dan kunnen we eventjes verder. Dus even kijken. Wacht, dan moet ik er wel even opkomen. Uh, deze pilaar is goed. Dus dan doen we nu deze zo. Ehm. Uh, ja, die is ook goed. Ik denk dat ik hem wel even eentje lager doe. Ja, dat klopt dan. En dan doen wij deze pilaar zo. Die klopt nu ook. Kijk, okay, deze kloppen ook allemaal. Deze ook. Dus deze moet niet. Deze kunnen we even later doen. Oké, okay, dus dat is dan dit zeg maar. Oké, okay, nice. En dan kunnen we nu ook eventjes de andere kind doen. Het wordt wel trouwens nacht. Dus ik ga zo meteen denk even slapen. En dat kunnen we op een epische manier doen. Yay, we vliegen. Wee. We're flying. Yet. En dan komen we hier even. Oh ja, dat heb ik helemaal niet laten zien. Ik uh, ben hier bezig geweest. Eh, uh, wacht. Ik ga even snel slapen, want dan kan ik het laten zien. Ik ben namelijk weer bezig geweest met de chest room. Want dat is gewoon voor mij een off-screen project waar ik gewoon mee bezig ben. Want als ik dit allemaal ga filmen, dan uh, hebben we uiteindelijk geen tijd meer om andere dingen nog in de wereld te doen. Want dan is het jaar alweer voorbij. Maar ik heb hier nu een rondje heb ik helemaal uitgemijnd. Of tenminste, nog niet helemaal. Ik heb het wel uh, uitgelijnd, zeg maar. Maar ik moet op sommige plekken nog wel even uitmijnen. Kijk, hier ben ik ook al bezig geweest. Hier zat namelijk eerst allemaal water. Dat heb ik namelijk weggehaald. Er zit trouwens wel een creeper. Die laak even. Oh, kut. Nog twee creepers. Uh, kut. Ah, oh, nee. Volgens mij ging daar mijn redstone. Uh, why? Why are you doing this? Even kijken hoor. Uh, nee, mijn redstone leeft nog. Of niet? Uh, ja, mijn redzaam leeft gewoon nog. Oké, okay, viel. Uh, dat maakt in ieder geval niks uit. Mijn redstone leeft nog. Uh, maar dit wordt dus een rondje. En dan kom, komt hier dus zeg maar nog een muur tot en met daar. En dat geldt dus voor alle andere kanten. En hier dus ook. En hier zit dan dus zeg maar een trap. Want ik moest dus zeg maar iets verzinnen. Waardoor je dus onder de hopper kon komen. Oh, waarom valt hij mij aan? Ik ga dood nu. Waardoor je dus onder de hoppen kon komen, maar um, waardoor je dus zeg maar een ingang had. En dat heb ik dus zo gedaan. Zie een trappetje, hier dan een pad. Heb je hier nog een trappetje en hier weer een trappetje omhoog. En dan wordt dit nog allemaal dicht gedaan en zo. Um, en er komt ook nog een dak op en dat soort shit. En dan komt hier dus, komen hier dus de trappen dus naar de eerste verdieping en naar de tweede verdieping. Uh, dus dat is nog een, iets waar ik dus offscreen mee bezig ben. Dus dat wordt nog best wel vet. Wanneer, het weer meer ge, wanneer ik weer meer eraan doe, zal ik dat weer laten zien. Um, we gaan weer even terug zo. Yeet. En dan zijn we weer terug. Um, dus even kijken, want dan wil ik nu even dit doen. Deze. En deze. En ik heb hier sowieso te weinig voor. Dus ik ga nog eventjes snel wat... Maken op deze manier. Yes. Oké, okay. en nu heb ik alsnog waarschijnlijk te weinig. Maar ik ga het wel eventjes zien. Dus dan doen we eventjes. Dit zo. Oh, kort trouwens. Oh, lol. Dat dacht ik al. Ik hoorde er eentje. Wauw, er dus spant gewoon letterlijk eentje onder mij. Dat is best wel nice. Want toen ik die. Um, uh, in de end was. En toen ik per ongeluk alle entities doodde. Toen uh, zijn ook mijn lama's dood gegaan. Ik had er vier. Uh, maar dit is wel nice, want nu heb ik er dus weer twee. Uh, dus die gaan we zo meteen even opsluiten. En die kunnen we dus ook in, de, in, de, in het dorpje gewoon neerzetten. Dus dat is best wel leuk. We hebben net te weinig, helaas. Dus we moeten even iets meer maken. Zo, deze even weg. En dan is dat het dak. Yes, oké, okay, nice. Het dak is af. Dat is denk ik wel altijd een van de dingen wat het meeste werk kost. Zo, dus dat is dan het dak. En dan kunnen we dit ook gaan invullen. En dan weet ik niet. Hier moeten dan als het goed is ook nog balken opkomen. Dus dat is dan... Oh, dit is trouwens het verkeerde hout. Zo. Dat is één balk. Hier doen we hem hier zo. Uh, hier doen we hem uh, hier zo natuurlijk. Uh, even kijken. Zo. Trouwens, volgens mij moest die andere ook eentje hoger. Denk ik niet pas. Oh, en deze moet trouwens... Hier moet trouwens ook nog pilar pilaar omhoog komen. Uh, dus die zo. Yes, en deze moet ook eentje hoger worden. Dus dat is dan met deze. En dan kunnen we hier zo weer eventjes... Ik heb geen spruce wood meer. Oké, okay, dat doe ik zo meteen dan wel. Uh, dirt. Zo, en dan die weg. En die weg. En dan doen wij hier zo eventjes... Dit, 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 dit en dit. Yes. En dan kunnen we nu even gaan kijken hoe we dit dan willen gaan doen. Ja, ik heb echt geen idee. Laat het maar in de comments achter wat jullie ervan vinden. En dan kunnen we nu eventjes het dak erop doen. Dus dat moet dan even kijken. En dan hebben we ook wat uh, stairs nodig. Zo, en dat is dan. Dit, yes. Oké, okay, nice. En ik weet niet of we hem hier. Oh, ik denk daar niet. Um, zo, en dan kunnen we er ook even twee deurtjes in doen. Hier zouden we dan trouwens nog wel eventjes stairs kunnen doen. Want zeg maar, de deur die komt hier zo. Dus op deze rand. En dan ziet het er iets mooier uit. En dan ga ik nog even snel wat gras hakken met mijn silk touch pickaxe. Misschien worden de mensen getriggerd, misschien niet, maar. Um, ja, ik heb even wat gras nodig. Ik weet trouwens niet. Heb ik zo'n Nee, Fortune. Oké. Okay. Jammer. Zo, dan heb ik nu even weer wat gras. En dan kunnen we ook alvast even de plantenpotjes doen. En ik denk trouwens dat we er daar geen in doen. Omdat je hier onderdoor loopt. En dat is dan niet zo heel handig. Dus doen we deze zo. Die. Uh, deze doen we ook niet. En deze doen we zo. En dan hebben we even dark oak. Slepjes nodig. En die doen we er dan eventjes onder. Hé, hey, kijk, hier loopt de villager weer. En dan hebben we nu nog eventjes wat trapdoors nodig. Dus die kunnen wij dan eventjes lekker maken. We hebben er best wel veel nodig. Dus we maken er even lekker veel. Zo, 16. Ja, ik denk wel dat dat genoeg is. Dan doen we eventjes die, die, die. Die, 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 die twee, die... We hebben er nog zes. Daar heb ik volgens mij wel... Ja, daar heb ik genoeg aan. Oh, deze is wel verkeerd, helaas. Uh, zo, yes. En dan deze. Oké, okay, dat zijn dan de plantenpotjes. Er moeten alleen nog wel bloemetjes opkomen. En dan ga ik nu nog heel even snel de deurtjes fixen. Ehm... Um, zo. Dan doen we hier die. Oh, wacht. Um, die en die. Zo. En dan doen wij hier die en die. Oké, okay, nice. Dat zijn dan de deurtjes. Oh, deze staat trouwens heel naar. Heel unsun, dit. Uh, zo. Oké, okay, dat klopt dan beter. Yes. En dat is dan eigenlijk het mijnhuisje. Dus daar gaan we de volgende aflevering dan nog eventjes mee verder. Gaan we dus eventjes nog een paar dingen doen. Misschien daarboven ook nog een plantenpot. Dat is misschien nog wel leuk. En dan even nog verder met de mijn. Nog het pad leggen en natuurlijk nog de inrichting doen. Laat ook eventjes voor de inrichting achter wat jullie erin willen. Want hoe ziet een mijnhuisje er eigenlijk uit? Ik zie eigenlijk voor me dat er gewoon... Eh, uh, furnaces staan. En gewoon shit om shit te smelten en zo. Ik zit alleen nog even te denken. Moeten we ook een enfilter erin zetten? Want ik wil misschien ook nog een smithuisje gaan maken. Uh, ik denk dat dat ook nog een apart huisje wordt. Dus dit wordt gewoon echt het mijn huis En dan komt later nog ergens. Waarschijnlijk het smithuisje. Waar echt, eh. Uh, Waar dan het ijzer naartoe gaat. En waar dan wapens gemaakt worden en dat soort shit. Maar in ieder geval, dit is dan het huisje. Ik ga weer niet uh, groot scherm eindigen. Omdat natuurlijk mijn kamer echt een troep is. Hopelijk vonden jullie deze video van Minecraft Survival natuurlijk wel leuk. Kun je kunt het natuurlijk belonen met een blauw ruimte. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival 2019. Om natuurlijk 6 uur te zien. Mensen bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later mensen.